2. Ja. Ja. Ik vind zelf, hoe meer geld, hoe meer vrijheid je hebt. Dus hoe meer dingen je kunt doen, meer dingen je kunt permitteren. Ja. En lang leven de lol dan. En lang leven de lol. Ja. Maar goed, dan met een gulden kun je niks opmaken. Je hebt gewoon meer nodig dan dat. Ja. Nou, met een gulden kun je een gulden opmaken. Maar ja. Om om geld te verdienen moet je ook hard werken. Dat gaat weer ten koste van je vrije tijd. Ben jij een carrièreman in de zin dat je bereid bent om voorlopig je vrije tijd op te offeren? Ik heb er heel veel voor over, maar af en toe uitgaan vind ik ook heel belangrijk. Hoe ver ga je daarin in een relatie? Wie komt op de eerste plaats? Jouw baan of jouw partner? Partner komt op de eerste plaats, ja. Als hij maar betaalt. Moet je samen... Lief? Als hij betaalt. Ja, dat is goed. Ja, inhaken. Maar jouw partner? Ja, vind ik wel. Oké, de vraag is voor jullie allemaal. Wat zie je als je ideale inkomen? 1. 39.800 gulden bruto per jaar. 2. Meer dan dat. 3. Geld vind ik niet belangrijk. Ga je gang. Ik ben benieuwd. Mirjam. Ja. Ja, ik vind het wel leuk om veel geld te verdienen. Ja? Ja. Waarom? Het lijkt me gewoon makkelijk. Het lijkt je makkelijk? Ja, maar werk je er echt naartoe? Ik bedoel, iedereen vindt het wel leuk natuurlijk om heel veel geld te hebben, maar ben je er echt naar op weg? Nee, ik denk het niet. Je denkt het niet? Nee. Vind je het belangrijk dat een partner, een vriendje van jou, jou zou kunnen onderhouden? Ja, zeker. Ja. Nou, dat is helemaal niet raar hoor. Maar waarom vind jij dat? Zie, wat stel jij je voor over een paar jaar? Dat jij, wil je kinderen hebben? Oh jee, dat weet ik niet. Dat weet je nog niet? Nee. Waarom zou dan jouw partner jou moeten kunnen onderhouden? Het wordt een soort NCRV-achtig geheel hier. Jij weet het niet, maar jij vindt veel geld leuk, maar je doet er niet alles voor. Nee. Marjan, excuus voor de mensen die van de NCRV die ook kijken. Nee, niet kwalijk, ik bedoel er niks mee. Maar voor zo serieus soms, hè? Marjan, als standaards verdien jij natuurlijk aardig. Nou, dat valt wel mee, want ik ben schooltandarts. Wat? Oh. En die leveren een lege melkfles in, of hoe gaat het dan? Daar word je toch ook voor betaald? Jawel, maar ik heb het niet gedaan om er rijk van te worden. Maar ja, ik zou wel wat meer willen verdienen om een eigen praktijkje te kopen. Okay. Waar zou jij geld voor willen sparen? Waar zou je voor willen sparen? Over heel veel dingen. Ja, maar noem er eens één. Kevercabrio. Een kevercabrio, een auto. Dat is leuk. Een van de mannen geïnteresseerd in een kevercabrio? Mehmet? Een rode. Een rode? We hebben eenmaal een rode kevercabrio in de aanbieding. Wel een Porsche. Dat is een soort kevercabrio. Ja, sommige mensen weten dat. Hè? De kever komt van de Porsche. Ik doe geen concessie hoor. Geen concessies? Geen concessies. Michel, geld. Hoe belangrijk is het voor jou? Het is makkelijk als je het hebt. Het is makkelijk als je het hebt, ja, maar dat zeggen we allemaal. Ik denk niet dat het belangrijkste is. Nee, want, nu komt hij. Dames en heren, het is een romantisch programma, let op. Geld maakt niet gelukkig. Geld maakt niet gelukkig. Applaus! Daar was ik een beetje naartoe onderweg. Het ging alleen niet zo snel. Mirjam. Of Michel. Laat ik bij Michel verder gaan. Ik heb wel die link gelegd, hè? Mirjam, Michel nu. Wat vind jij van house music? House muziek. 1. Vreselijk, want er gaat me het van bengen. 2. Dat vind ik prachtig, house muziek. 3. Ik draai thuis geen muziek. Ga je gang. 1. Dat vind jij vreselijk? Ja, ik vind er niks aan. Jij vindt er niks aan? Nee. Ben je wel eens naar een house party geweest? Gelukkig niet. Gelukkig niet. Nee. Nou, dat zou best leuk. Er zijn 47.000 kippen mee. Dank al. Dat wordt een house party, dat kan ik u verzekeren. Dat wordt wel gezellig, ja. Maar van wat voor soort muziek hou jij dan wel? Want dat willen wij weten. Gewoon lekker rustige muziek. Top 40. Top 40. Claudia Estefan. Claudia Estefan. Ja, in de top 40 staan minstens 10 house nummers. Dat is altijd zo. Nee, maar Claudia Estefan, een beetje balladachtig. Ja. Beetje balladachtig. Koop je veel platen? CD's. CD's. Ja, we hebben een aanbieding. Nou, niet een aanbieding, maar we hebben man met CD-speler. Belangrijk. Maar ik wil niemand voortrekken. Mehmet, heb jij een CD-speler? Nee. Oei. Wel in de kroeg. Oei.
2. John, heb jij een cd Zeker. Spelen? Zeker, ja. Zegt hij. Ja, de man met geld, de man met geld. De vraag is voor jullie allemaal. Wat vind je van house muziek of house music? 1, vreselijk, ga je het van bengen. 2, prachtig. 3, je draait thuis geen muziek. Ga je gang. Ik wil het weten van Mirjam. Ja, vreselijk. Vreselijk? Ja. Ik heb er geen ander woord voor. Ja, ja. Maar wat dan wel? Wat dan wel? Een beetje... softe muziek. Softe muziek? Softe muziek, ja. Heb ik het hier over Billy Idol-achtige softe muziek? Ja, zoiets. Zoiets. Billy Idol is nog heavy. Maar... ja. Maar je bedoelt een beetje ballads. Marion? Nee, ik vind het niet zo leuk, maar misschien ben ik er wat te oud voor of zo. Wel nee, je bent een hele jonge vrouw. Daar ben je nooit oud voor. Oh. Maar wat vind je dan wel mooi? Nou, ik hou van swingmuziek, hè. Lekker disco dreunen. Swingende muziek. Ga jij vaak uit naar de disco? Af en toe. Ja. Heb je een vaste verblijfplaats dan? Ja. Ja? Daar kent iedereen je ook? Nou, ik hoop het niet. Nee, maar jij houdt van lekker dansen. Lekker je kan lekker uit je bocht gaan zagen. Ja. Harriet? Ja? House muziek. Vreselijk. Kunnen we niet mee, bij jou mee aankomen? Absoluut niet. Ik hou van Van Morrison. Van Morrison. Yes. Lady told you. Wat zeg je, Mehmet? Nee, Mehmet begon te zingen. Nee, ik begon dat nummer van de vijf. Lady told you I love you. Lady I told you I love you? Nee. Is dat bekend? Dat is leuk. Is, leuk. Is dat van Van Morrison? Ja, is van Van Morrison. Leuk dat je daarmee komt voor Harriet. Hè? Dat... Hij gaat lekker, Mehmet. Dik voor elkaar. We gaan naar John. Wat wil je absoluut niet in je kamer zien lopen? 1, een muis. 2, je schoonmoeder met krulspelden. 3, de inhoud van haar aquarium. Water dus. Geen schoonmoeder. Druk maar hoor. 2, dat lijkt me... Geen schoonmoeder? Nee, dat lijkt me... Nou is het natuurlijk een soort strikvraag. Ja. Want schoonmoeder met krulspelden, dat is natuurlijk gekkigheid, want die bestaan helemaal niet. Nee. Ik zie allemaal mannen lachen deze. Allemaal getrouwde mannen op de tribune zie ik lachen. Maar wat voor een identiek heb jij van een schoonmoeder? Ja. De familie van jouw vriendin, vind jij niet belangrijk? Is wel heel belangrijk natuurlijk, want het zijn haar ouders. Dat is duidelijk. Ja, dat is heel duidelijk. Ja, maar... Ja, en dat hoort er dan gewoon bij. Dat, ja, dan neem je hem zeker zijn, neem je het op de koop toe. En als je geluk hebt, dan heb je hele leuke schoonouders. Ja. Maar je kunt het zeker ook niet treffen. Ja, precies. Waarom? Maar waarom dan zo nodig dat jij je schoonmoeder niet over de vloer wil hebben? Nou, heet dat... Nee. Je zou je beklemd voelen? Ja, zeker. Ik help zeker als het iedere dag moet. Ja. Ja. Nou, goed. Dat is inderdaad wat extreem. Daarom. Daar zou ik zelf niet aan moeten denken. En ik ben heel dol op mijn schoonmoeder. Michel, ik stel de vraag even aan iedereen. Wat wil je absoluut niet in je kamer zien lopen? 1, een muis. 2, een schoonmoeder met krulspelden. 3, de inhoud van een aquarium. Of wij bedoelen waterschade. Ga je gang. Harriet? Ja? Je zegt zo steeds, ja, eerst altijd. Dat is wel leuk. Nummer 3. Omdat, ik vind muizen wel leuk. Meen je dat? Ja. B, ik heb nog nooit een schoonmoeder gehad, dus daar kan ik niet over oordelen. Ja. En C lijkt me lastig. Dat lijkt je lastig? Ja. Want dan krijg je schade van. Klopt. Gaan we even terug naar die muis. Ben jij niet bang voor muis? Nee hoor. De meeste vrouwen, en mannen trouwens, zijn wel bang voor muis. Nee, ik ben niet bang voor muis. Heb jij huisdieren? Ja. Wat? Een hondje. Een hondje? Oh, geen muizen? Nee. Ja, zij is een hondje. Ja. Een hondje? Ja. Jij bent niet bang voor dieren? Absoluut niet. Ik ben bang voor dieren. Ja, ik heb muis ingedrukt. Omdat ik een waterbed heb en ik ben bang dat hij dan dat stuk knaagt. Oké. Ja. Je slaapt wel goed s'nachts of je slaat echt doodsangst uit dat die beest eraan komt. Ik heb geen muis hoor. Ja, nee, wat zouden ze met een waterbed moeten? Heb je verder wel huisdieren? Nee. Absoluut niet. Nee. Waarom niet? Nou, geen tijd? Ik heb wel 3 kanaries ooit gehad, maar die gingen in 1 maand dood. Ja, wat pijnlijk dat we daar nou op moeten komen. Ja, ik voel me wel een ontaarde moeder inderdaad. Ja, ja. Excuses dat ik dit onderwerp heb moeten aanroeren. Maar het geeft niet, joh. Ja. Mirjam, ik durf het bijna niet te vragen. Nee. Ik durf het bijna niet te vragen. Technisch. Wat heb jij met je schoonmoeder? Of nou, niks. Maar ik alleen die krulspellen, die absoluut niet, hè.
Heb jij zelf nooit krulspelden? Nee. Wat doe je dan wel met je haar? Laat ik gewoon hangen. Natuurlijk. Natuurlijk. Maar even nou die schoonmoeder zonder krulspelden. Ja. Zou je het vervelend vinden, de familie van je vriend over de vloer? Ja, zou ik ze eerst moeten ontmoeten natuurlijk. Ja, precies. Even de kat in de boom. Maar je zou het niet elke dag willen? Nee, zeker niet. Hartstikke leuk. Heb je gehoord, John? Ja. Op één lijn zitten we hiermee. Ja. Hartstikke leuk. Mehmet, ik stel deze vraag nog niet aan jou. Ik kom straks bij. Ik ga, ik ga naar Harriet. Harriet. Ja? Ja? Ja, heel goed. Ja, nee, ik ging hem bijna missen, want je bent zo heel beleefd daarin. Hoe vaak heb jij een blauwtje gelopen? 1. 1 keer. 2. Meerdere keren. 3. Nou, Rolf, daar kan ik je het volgende over vertellen.